Na 2 overwinningen op rij zit het wel goed met het zelfvertrouwen binnen de ploeg van Rogier Meijer. Afgelopen dinsdag won NEC met 1-3 uit bij Volendam. Met een elftal van veelal jonge spelers speelde NEC vooral een goede eerste helft. De nieuwe spits Janga was 2 keer trefzeker voor de Nijmegenaren. Trainer Rogier Meijer kon dus tevreden terugkijken. Ja, nee, het is zeker. Uiteindelijk werkt het natuurlijk het beste als, als dingen in de wedstrijd lukken. En als je wedstrijden wint, dan geeft het meeste vertrouwen. Dat zag je eigenlijk al wel, denk ik, in de eerste helft tegen Volendam. Hè, na jong Ajax, dat je daar vrij voetbalt en dat je durft te voetballen. Mm. Dat heeft te maken met het feit dat je natuurlijk de kans krijgt van Volendam, dat is 1. Maar ook met het feit dat je vertrouwen hebt gehad uit jong Ajax. En ja, dat nemen we nu weer mee naar Almere eigenlijk. Mm. Zondag komt Almere City op bezoek in de Goffert. Almere City begon goed aan de competitie en staat nu 2e. Trainer Rogier Meijer lijkt zondag weer te kunnen beschikken over Edgar Barreto. Die was er dinsdag niet bij en trainde vrijdag nog apart. Kevin Bukuso wacht nog steeds op zijn eerste speelminuten voor NEC. Het valt nog te bezien of hij die tegen Almere City zal gaan maken. Waarschijnlijk kiest Meijer voor Odenthal en El Karouani links achterin. De wedstrijd is weer live te volgen zondag vanaf 8 uur via de radio van RN7.